Oké, dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een workout doen. Vandaag gaan we de app je buik weer. Ik gebruik daarvoor weer dezelfde app die ik laatst ook liet zien. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ik probeer mijn best te doen. Dit is een beetje de opdrachten wat ik moet doen. Ik heb er even doorheen gescrollt, zoals jullie zagen. Dat zijn dus de opdrachten die ik moet gaan doen. Met deze app heb ik het nog nooit gedaan. Dus dit is dan de eerste keer dat ik het ga doen. Er komt ook een andere video eraan en die komt zeer waarschijnlijk door de week online. Of woensdag of op een andere dag. Ik wil eigenlijk twee keer in de week gaan uploaden namelijk. Dus dan komt dus een video dan online in de gym en een video online die ik thuis doe. Dus laat me ook weten van wat jullie dan ook leuk vinden. Vinden jullie dat leuk en laat me dat gewoon weten in de reacties. Ik ga dus beginnen met de eerste sessie, dus met de eerste opdracht. En dat is heel simpel. Die komt eigenlijk overal wel in voor. Dat is de jumper jacks. Die komt overal in voor waar je maar kan bedenken. Eigenlijk komt hij komt gewoon overal in voor. Op zich is dat best wel vervelend, maar het is ook wel weer ja, leuk eigenlijk. Want ja, dan krijg je het toch wel beter onder de knie. En vind je toch op een gegeven moment vind je het fijner en kan je het beter en, enzovoort. En verder wil ik nog laten weten dat ik het vloggen zeer waarschijnlijk ook weer een beetje wil gaan oppakken. Dus als jullie daar ook meer van willen zien, abonneer dan ook even op mijn kanaal. En druk meteen even op het belletje, dan kunnen jullie meteen zien dat wanneer er een nieuwe video online komt. Het vloggen wil ik ook graag weer gaan oppakken, zoals ik al zei. Alleen ik vind dat zelf nog wel een beetje spannend, omdat ik altijd een video heb gemaakt binnen het huis en nooit echt eigenlijk buiten het huis. En ik vind dat ik dat wel moet gaan leren. Als ik ook meer met YouTube wil gaan doen, meer content wil gaan maken voor jullie, moet ik ook buiten kunnen vloggen en of een video kunnen maken of whatever. Ik wil niet alleen specifiek in huis of in de gym of als de gym leeg is of noem maar op. Ik wil ook gewoon kunnen opnemen wanneer ik buiten ben. Dus dat wil ik ook even kwijt en dan zie ik en dan springen we nu in de video of in de video. We springen nu eigenlijk over naar het opname van de video. Dus zoals ik ook al zei, we beginnen met de app met 20 keer jumper jacks. Dus daar gaan we weer beginnen. En ik ga eerst even de lamp aan doen zodat we nu ook een licht hebben. Weet je wat we kunnen zien, de eerste deur gaat dicht. En dan springen we eigenlijk in de jumper jacks. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden. Dus we beginnen er nu in. 20 seconden. 20 keer jumper jacks. Je hebt 16 oefeningen. Dus daar gaan we mee beginnen. Ik denk dat hem is. Dit is wel kennen, denk ik. En nu beginnen we gewoon heel simpel, die iedereen denk ik ook kent. Het is gekruist, gekruist en je gaat eigenlijk de sit-ups doen. En dit doe je 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Ik maak er 15. En dit is ook heel simpel, de buttons. Ik denk dat de meesten die wel kennen. En deze duurt ook 16 keer. Dus dat is gewoon eigenlijk. En hier heb je 11, 10, 9. Drie, twee, één. Zo. En dan doe ik deze. Doe ik nu anders. Ik doe nu mijn voeten omhoog.
En je doet de hoofd, de handen eigenlijk achter je hoofd. Goed liggen. Deze doe je eigenlijk zo. Doe je 12 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zo, dan heb je deze 12 keer. Ik moet zeggen dat deze app wel iets zwaarder is dan de normale app. En deze is nog de beginners. Laat me zeggen, want deze is niet meteen voor gevorderden. Deze is best wel makkelijk, dit is gewoon gestresst. Je doet eigenlijk zo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ik doe nu maar 10 keer, want voor mij is het zelfs zo zwaar eigenlijk. En dan is het dus nog 18 seconden wachten, want je hebt 42 seconden de tijd ongeveer. Maar deze is zelfs voor mij te zwaar. Dus ik doe er maar 10. En dan in plaats van 16. Dus het valt nog best wel mee op zich. Van wat je eigenlijk moet doen. Maar je moet er zoveel achter elkaar doen. Kijk, nu moet je 20 seconden planken. Dus dat is gelukkig wel beter. Maar deze is wel een stuk sneller. Merk ik. 2. 1. Ik ga gewoon kijken hoeveel ik kan halen. Dit zijn weer de crushers, laten we zeggen. En hier zou je er dus nu 12 moeten. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. 10, 11, 12. Zo, het zijn er alweer 12 en ik heb nog 4 seconden over. Kijken welke we nu moeten. We kunnen weer die berg beklimmen. Nou, die vind ik iedereen wel makkelijk. Nee, ik krijg gelukkig gewoon tijd bij, dus het is wel extra makkelijk. 15 seconden ervoor. Push-ups 5 keer. Nou, die kan iedereen denk ik wel. Ze doen pas bij 9. Nou, weer 20 seconden planken. Het loopt me wel hoor. Thank you.
Nee, dit is al een hele rare houding. Je moet een soort van brughouding doen. Je moet deze houding eigenlijk doen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, deze doe ik ook zoveel als ik kan, laat me zeggen. Dus ik kom weer bij jezelf eigenlijk. Dus ik doe gewoon zoveel als ik kan. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 16. Zo, hebben we deze ook weer gehad. En voor de eerste keer wel kunnen halen, de 16 keer plus seconden over. Planken met een boog, met rollen eigenlijk. Probeer hem na te doen. Hier eigenlijk 1. Deze is eigenlijk ook weer heel simpel. Met dit keer moet je bewegen in plaats van alleen stilstaan. Dit is 1. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dit is gewoon het stressgedeelte weer. En die is best wel makkelijk. Dat is de feutushouding, oftewel de kinderhouding of de childrenhouding. Dus voor iedereen is dat verschillend. Dus gewoon een kont op je haklaam zetten van je schoen. Heeft je 30 seconden dip. En je moet natuurlijk wel gewoon uitademen en inademen. De laatste. Nou, die kent denk ik ook iedereen wel. Dat is gewoon lang uit liggen. Je moet je gewoon helemaal volledig uitstrekken. Zoals jullie me niet zien, ik probeer iets. Je moet je gewoon helemaal uitstrekken. Thank you.
Ik doe even extra keertje naar beneden. Dat ik hier even op adem kan komen. Two, one, zero. Zo. En jullie kunnen het zeer waarschijnlijk niet zien, maar ik wel. Zoals jullie misschien kunnen zien, is dat ik mij helemaal kapot zweet. Mijn hele armen die glinsteren ervan. Ik weet niet of jullie het nu iets beter kunnen zien, want mijn lens was ook een beetje vies. Maar ze zat zich niet echt goed scherp, vind ik. Ja, zoals je aan mijn haren kunt zien, die zijn best wel nat. En, maar ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik heb daarmee dus 16 oefeningen gedaan. Ik heb daarmee 55 calorieën verbrand. En dat duurde in totaal 7,6 seconden. Het gaat heel snel, zoals jullie misschien hebben gemerkt. In alle opzichten. Heel veel dingen achter elkaar, wat heel veel op je lichaam geprojecteerd raakt. En je gaat heel erg van zweten, dat kan ik wel zeggen. Maar goed, hoe heet dat? Waar was ik gebleven? Oh ja. Zoals jullie dat dus hebben gemerkt, komt heel veel dingen achter elkaar. Heel veel dingen dat op je buik terecht komt. Of wat we laatst ook hadden op de borstkast. En dat is, op een gegeven moment wordt het zo zwaar voor jezelf dat je het zelf ook niet meer houdt. En hier is nog voor beginners vind ik dit nog best wel hoog gegeven. Eigenlijk. Omdat gewoon zoveel druk erop komt. Is natuurlijk ook wel weer goed, het jaar hiervan. Maar als beginner zijnde wil je dat toch wel beter rust opbouwen. En dit is gewoon in één keer, bam, alsjeblieft, gooi het diep in. En dat is het eigenlijk. En ik ben zelf ook niet zo heel ervaren, zou ik heel eerlijk tegen jullie zijn. Maar ik weet wel dat dit al heel erg zwaar is en dat het direct heel veel van je lichaam vraagt. Dat was eigenlijk zo'n beetje. Voor vandaag. Dan natuurlijk. Of voor zaterdag. Voor mij is het voor vandaag, maar voor jullie is dat voor zaterdag. En vinden jullie dit soort video's natuurlijk leuk en willen jullie daar meer van zien? In plaats van alleen op een zaterdag, laat dat weten in de comment. En als je nog meer video's van mij wilt zien, abonneer je dan op het kanaal. En laat de duimpjes natuurlijk zoveel mogelijk omhoog. En vooral die comments, die moeten er natuurlijk komen. Ook onder de video's, want dat vind ik zelf leuk. Ik reageer eigenlijk op alle comments die er komen. Misschien hebben sommige aantal mensen dat wel gemerkt. Ik reageer overal op. Ik lees alles. En ik probeer het ook elke keer mee te nemen. Maar in ieder geval, abonneer je op mijn kanaal. En laat het belletje natuurlijk niet vergeten. Want dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren als je op de hoogte wil blijven. En wanneer er meteen een nieuwe video online komt, weten jullie dat meteen en direct. Ik wil toch het maximale aantal duimpjes hebben. Jullie mogen dat uiteraard kiezen. En jullie hebben dat natuurlijk in beslissing. Maar laat me niet in de steek, jongens. En laat me gewoon elke keer weer opnieuw terugkomen. En ik vraag het elke keer opnieuw. Het is geheel gratis. En je hoeft er niks voor te doen. Alleen mijn video's kijken. Hoeft zelfs ook niet. Alleen maar te abonneren. Je hoeft niet eens mijn video's te kijken. Als je het leuk vindt, kijk je het. En als je het niet leuk vindt, kijk je het niet. Maar abonneer gewoon. Het maakt niet zoveel uit. Doe het. Maar ja, ik zie jullie later.